Hier in het stadhuis van Amersfoort vindt tot en met 2 maart de strijd om de wereldtitel plaats. De match gaat over 20 partijen. Gistermiddag bij de 7e partij volgden we de huidige Russische wereldkampioen en zijn Nederlandse uitdager. Had jij verwacht in deze fase voor te staan? Nee, dat had ik alleen maar een beetje durven hopen, maar ik had het zeker niet verwacht. En zo gauw al in de tweede partij, dat was echt was een krankzinnig moment. Sta jij voor omdat hij geblunderd heeft of omdat jij heel goed gedampt hebt? Nee, hij heeft zeker niet geblunderd in die tweede partij. Hij heeft wel een keer een fout gemaakt op de 23e set, maar het was in een hele scherpe, gecompliceerde stelling. Die ik inderdaad al 5 jaar geleden uitvoerig heb onderzocht en waarvan ik alle varianten thuiskeurig in een schriftje had opgeschreven. En het was voor mezelf was het ook een heel karwei om die varianten weer boven water te halen, maar dat lukte me toch tijdens de partij. En ja, hij verdwaalde gewoon in doolhof van mogelijkheden en kwam een schijf achter en verloor. Nee, dat was zeker geen blunder van. Als jij nu nog een partij verliest, wordt het dan riskant? Ja, vielleicht. Ik ben dus geloof nog een partij. Denk ik 80% dat de match verloren werd ook. Dus het is razend spannend? Ja, zeer razend. Razend spannend. Ja, als ik jullie nou zo zien dammen, dan denk ik van, kan je wel tegen iemand die 15 jaar jonger is? Nou, je kunt het ook omdraaien natuurlijk en tegen hem zeggen van, kun je wel tegen iemand die al zo oud is? Nee, ik denk dat het een voordeel is voor hem dat hij 15 jaar jonger is. Waarom? Nou, omdat toch op een gegeven moment zaken als conditie en vermoeidheid, die kunnen een rol gaan spelen. Ik ben jonger als 7's. En deze match is zeer lang, denk ik, 20 partijen, nog 13. Vielleicht Severens werden nu ook. Dat is ook mijn kans. Maar jouw ervaring en... Ja, maar ik heb niet zo... Ja, dat zeggen de mensen altijd, ervaring. Maar ik heb niet zo gek veel ervaring. Ik heb tussen mijn 17e en mijn 23e heb ik... ongeveer 6 jaar lang heb ik op topniveau gespeeld. En nou ja, 2 keer wereldkampioen geworden en zo. Maar ik ben na mijn 23e is mijn carrière afgebroken en ik ben pas op mijn 38e weer begonnen. Dus ik heb eigenlijk ten opzichte van collega-grootmeesters heb ik gewoon veel minder ervaring. Hoe kan het dat jij Nederlands verstaat? Ik heb... Damenmagazine van Siebrand, alle damenmagazine gelezen en denk ik 4 of 5 boeken in Nederlands over Siebrand en over damen. Maar Siebrand is een school voor iedere damer. Een leerschool? Ja, leerschool. Ja. Je hebt op je 23e vrijwillig je... zeg maar, je damcarrière afgebroken, omdat je die spanning niet aankon. Nee. Hoe moet het nou toch met je als je straks wereldkampioen wordt? Nou, nee, dan gaat het. De vraag is, hoe moet het met mij tot aan dat moment? Nee, dat is inderdaad een groot... Ik kan me weer heel goed voorstellen momenteel waarom ik er destijds mee gestopt ben. Want de spanning voor een partij is inderdaad gigantisch groot. Wat merk je dan?
Ja, je voelt je heel, heel onprettig. Ja, van alles. Die hel zal ik momenteel niet proberen te beschrijven, maar het is echt heel vervelend. Is dat echt een kwelling? Het is echt een lijden met een grote L. Hoe dan? Ga je het redden tegen hem? Ik bedoel, pak jij die wereldtitel? Weet ik niet. Ik hoop hartstochtelijk van wel, maar ik ben er nog lang niet gerust op. Maar ik durf wel te zeggen dat hij uit een ander vaatje zal moeten tappen, wil die kans maken om een partij te winnen. Ik heb betere kansen dan ik ooit had durven hopen.